Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unive. Welkom bij TV Drenthe Spot, waarin we vandaag terugblikken op de 44ste dorpenomloop door Drenthe. En ook Berden de Vries uit Gieteveen, vorige week nog winnaar van Olympia's Tour door Nederland, staat met veel zelfvertrouwen aan de start. Ja, daar krijg je nog wel een echte boost van. Dus, ja, want hoe was de afgelopen week voor jou? Je hebt dus deze week niet gekoerst, maar ik denk wel heel veel reacties gehad, ja, of niet? Ja, echt niet normaal. Echt van mensen, ja, die eigenlijk niet zo verwachten, zeg maar. Die ja, toch een reactie sturen, oud-winnaars en ja, dat soort dingen. Ja, eerst besefte ik het niet zo, zeg maar. Ja, overwinning, natuurlijk super mooi, maar dan zondag word je wakker en dan kijk je eens op social media of andere dingen. En telefoontjes, berichten en ja, vanaf maandag, ja, was echt niet normaal. Super gevoel. En nog een opvallende verschijning, want ook Olympisch kampioen Sven Kramer is in Assen van de partij. En Kramer ziet het wielrennen als een goede training voor het komende schaatsseizoen. Ja, maar dat doe ik eigenlijk al jaren, dus dat is op zich niks bijzonders. En, ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. We hebben een leuke ploeg en ja, het is gewoon gezellig. En het is ook nog eens een keer goed voor de conditie. En ja, we blijven natuurlijk altijd een beetje competitief, hè. En wordt het vandaag knecht of ben je kopman? Ja, ik heb eigenlijk nog geen idee. Dat zal. Ik vind het niet erg om te knechten, hoor. Ook Gerard Kemkus, oud-trainer van Kramer, is in Assen aanwezig. Het is voor de Pijzenaar wel even wennen om niet meer de coach van Kramer te zijn. Ja, natuurlijk is dat wel een klein beetje raar. Ik bedoel, je hebt 9 jaar met elkaar samengewerkt, zowel met Sven als met Wouter. En ja, dat voelt natuurlijk wel een klein beetje raar. Maar het is een keuze die we met z'n allen gemaakt hebben en daar moeten we even doorheen. En Kemkus lost ook het startschot en dan begint een peloton van zo'n 120 renners aan de 160 kilometer door het Drentse land. En via noordelijke lus langs plaatsen als Norg, Eelde, Tinalo en Oudemolen zakt het peloton langzaam richting de kasseienstroken rondom Borger, Odoorn en Gasselte. En door de perfecte weersomstandigheden zit de snelheid er vanaf het begin goed in. Dit lijkt wel een ploegentijdrit van het team van Joop Piels. En in het eerste uur worden er maar liefst 47 kilometer afgelegd. En dit is de eerste echte kopgroep in de wedstrijd. We staan uit 6 renners, maar als we even later de punt uitrijden, zijn er 17 renners aangesloten. En dus met 23 man gaan ze aan de leiding. Voorsprong zo rond de 10, 15 seconden op het peloton, nog niet heel erg groot. En ook veel jongens van de Noordelijke Wielenvereniging met 56, ook een schaatser, Wouter Oldereuvel. En Kramer, toch knap, zit ook in die groep. Oplettend reed hij gisteren. Eigenlijk zijn eerste wedstrijd weer van het seizoen. En voorin, het lijkt, ik gaf het net al aan, wel een ploegentijdrit. 6 man met nummer 111, Berden de Vries. Joey van Rij gaat van kop af en ook Elmar Reinders uit Emmen zit in deze groep. Maar de voorsprong wordt eigenlijk nooit veel groter dan maximaal 20 seconden. En het peloton houdt zicht op die kopgroep. En die kopgroep zeggen ze van, Piels, knap jij het maar op. En dan even later toch weer een hergroepering. En is het wachten op de volgende demarrage en die blijft niet lang uit. En even later 4 nieuwe koplopers. Vincent Huiting, Thomas Nijman, Robert de Jong en Koen Bouwman van Piels. Telkens zit er een mannetje van Piels mee. Zij gaan aan de leiding. Ook deze voorsprong is niet heel erg groot. Maar ze werken wel goed samen. Maar even later zien we in één keer Sven Kramer vooraan. En de samenstelling van de 4-manskopgroep is gewijzigd. Bouwman en de Jong liggen nog wel voorop. Ze hebben aansluiting gekregen van Sven Kramer en Maurits Lammeting. 2 mannen dus van Joop Piels. En in derde positie nu de Jong. Achterin Kramer als we de eerste kasseienstrook opdraaien. En ook daarvoor eigenlijk te mooie omstandigheden. De steentjes liggen er goed bij. Niet al te veel lekke banden. Weinig valpartijen, gelukkig maar. En de voorsprong van de 4 gaat naar 1 minuut 45. En ja, dan begint het gedoe. De jongens van Piels demareren 1 voor 1. Misschien toch wel wat vroeg. En Kramer baalt daarvan. Laat een gaatje vallen. Een topoverleg tussen Lammeting en zijn ploegleider. Wat moet ik doen? Nou, ga er eens vandoor, is het advies. En daar gaat Lammeting. Kramer. Moeite om het gaatje dicht te rijden, maar het lukt wel. En bij de Jong gaat langzaam maar zeker het kaasje uit.
En Bouwman, ja, die rijdt het gaatje natuurlijk niet dicht. Jij wil. Ja, dat heeft Kramer goed gezien. Het is Maurits Lammeting. Hij neemt het initiatief. En Kramer kijkt de kat toch nog even uit de boom. Als hij dan toch ziet dat het gaatje groeit, neemt hij toch maar over. Peloton was teruggekomen tot zo'n 30 seconden, maar met z'n tweeën lopen ze toch weer uit. Maar peloton blijft wel in de buurt. En langzaam maar zeker komen ze toch weer dichterbij. Maximale voorsprong bijna een minuut, maar hier is het al een stuk minder. En als we van de laatste kasseienstrook afkomen, is het peloton, nou, tenminste wat er van over is gebleven, weer compleet en probeert. Elmar Reinders het maar ziet dat een ploeggenoot in zijn wiel zit en hij wil graag een gaatje. En even later lukt dat ook, want hier, dit zijn de benen van Elmar Reinders uit Emmen. En hij heeft dat gaatje wat hij zo graag wil. Minder dan 20 kilometer nog te rijden. Is dit de beslissing in de wedstrijd? En als hij achterom kijkt, ziet hij een ploeggenoot, Joey van Rhee uit Nijverdal. Vindt de aansluiting en met z'n tweeën gaat het gas hervol op. Ja, en achterin wordt er getwijfeld. De mannen van Piels. Ja, die stoppen goed af. Het wordt nog wel geprobeerd. Dit is Kevin Snijder met nummer 50. Maar hij krijgt geen ruimte. En als we Assen binnenrijden, is het duidelijk. De winnaar komt uit dit kopgroepje van twee. Wordt het Joey van Rhee of Elmar Reinders? Nou, ze hebben er onderling over gehad. Elmar Reinders mag winnen. Hij wint de 44ste dorpenomloop. Joey van Rhee eindigt op een prachtige tweede plek. En de sprint van het uitgedunde peloton wordt gewonnen door Peter Merks van de Noordelijke Wienervereniging Groningen. Maar Elmar Reinders wint. En dat was de ploeg ook aan de stand verplicht. Ja, het was wel, wij waren de enige continental ploeg hier. Dus er werd wel naar ons gekeken. Dus we hebben gewoon gezorgd dat we overal mee zaten. En ik heb gewoon gewacht tot de finale. Ja. Begin van het seizoen was het misschien een beetje moeilijk. Hè? Je viel geloof ik nog in de ster van Zwolle. Je bent aardig weer terug in vorm aan het komen. Ja, ik was in Zwolle gevallen. Daar heb ik een paar weken last van gehad. Maar het gaat nou weer de goede kant op. Wat zijn de rest van de doelen van voor jou dit seizoen? Oh, de twee NK's. En smaakmaker Sven Kramer zag dat hij streed tegen een te sterke ploeg. Piels was natuurlijk met twee. En ja, ik voelde me niet geroepen om heel veel te gaan doen natuurlijk. En het laatste sprongen ze, gingen ze springen om zijn beurten. En toen kon ik met eentje wegblijven, toen waren we met z'n tweeën. En dat hadden we op zich prima samenwerking. Maar op een gegeven moment ging hij ook nog uit mijn rug springen. Dus ja, toen was ik al een beetje klaar mee. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Univee.